Je moet er maar zin in hebben. Tot een uur in de rij staan voor een gratis bord eten. Maar deze jongeren hebben het ervoor over. Woensdagmiddag was de grote opening van het nieuwe restaurant van Dadawan, Hartje Eindhoven. Een succesvolle reclamestunt dus. 4 weken geleden beginnen met promoten. Toen hadden ze iets van dit gaat lukken, we kunnen vandaag open. En dan zie je zo'n Facebook-evenement langzaam stijgen en steeds harder stijgen en harder stijgen. En vandaag hadden ze iets, volgens mij was het evenement ruim 200.000 keer bekeken en de media heeft het leuk ondersteund. Dus wat is iets van ja, dit gaat knallen vandaag. Ik zag het op Facebook. Een vriendin vertelde mij via app dat vandaag bij de Dadawan gratis kon eten. Dus ik dacht, kom het even uitchecken. En ja, wie houdt er nog niet van gratis eten, hè? I really like Asian food. So I've never tried this before, but I like Asian food, so yeah. Ik vind het wel lekker eten, dat wel. Ik hou wel van Aziatisch. Meer dan 1500 mensen zouden de moeite hebben genomen om in de rij te staan. Maar waarom? Omdat Nederlanders graag van gratis dingen houden. Ja, het is gratis eten, het zijn Nederlanders, dus daar komt iedereen op af. Het is de derde vestiging van Dadawan in Nederland, na Maastricht en Arnhem.